moet je trots op jezelf zijn en gewoon genieten van deze wedstrijd. Wat ik merk is volgens mij dat jullie het in ieder geval minder spannend vinden dan de bekerfinale van een paar weken geleden. Ja, en, maar wat ik ook net merkte is dat we naar de kleedkamer liepen, daar gaan we naar zo'n jongens gaan kijken, omdat die een pop groter is dan jou. Nou, als je nu al ontzag voor ze hebt of respect voor ze hebt, heb je het straks ook. Ik heb hem zien voetballen en die hoeft helemaal niet. Ze zijn inderdaad groot, heb ik ook gezien. Hij houdt het ook wel mee om. En een applausje nogmaals voor de choristes uit Hello. Want voorlopig is het wel weer een beker erbij. En het is niet zomaar een beker, hè. Dus daar mogen we best wel even voor gaan juichen.